Tof dat je weer kijkt. Hoi, tof dat je weer kijkt. Hi, tof dat je weer kijkt. Deze week had ik weer een zware training. Speelde ik in een videoclip en was ik in de studio van 3FM om Frank van der Lende te interviewen. Veel plezier met kijken. We gaan aan de slag met CrossFest on. Super fijn. Ongeveer 10 kilo heb ik nu extra bij me. Hoppa, en weer eraf. Ik moet eraf, kom op. Weer twee tellen. 1. En nou als meisje eraf. En weer erop. Kom op, let op. Even een slokje water. Kleintje. Terug klotsbuiken. Kutvest, jongen. Zakken 6. Zijn halve, kom op. Gaat het niet meer? Optrekken. Moet een beetje tempo maken. Dat kan gewoon niet meer. Gaat wel. Go! 1, voeten verder weg van je af. 2, dat is hem. 2, hoppa, door. 3, hoppa, 4, kom op. 5, doorbikkelen. 6, niet zeiken. 7, hard. Nee, die 3 ook. Kom op, omhoog. Go! 8, 9, 10, en dippen. Water. Nee, dat is echt nee. Op dit moment ben ik op de set van de videoclip van Björn. En ik mag meespelen. Ik word Björn's collega. We zijn net in het Vondelpark geweest om daar een scène op te nemen. Björn ziet er heel sexy uit. Die staat achter mij. Ik hou lekker mijn zonnebril op, want ik heb echt een wijs blote billen gezicht nog. En ik ben nu nog zwerver. Nu nog zwerver. Ja, nu is hij nog zwerver. Dus ik word zo meteen ook weer omgetoverd tot iemand anders ongeveer. En na het opnemen van de videoclip ga ik richting BNN om het radioprogramma van Frank bij te wonen. Om te discussiëren over de stelling, is het oké om je baby mee naar de kroeg of een festival te nemen? Nou, eerst door naar de scène waar ik in mag spelen. Grace is vandaag ook de ster in de videoclip. Die wil alleen niet lopen zonder mij. Voor. Het is heel warm. Ik mag niet klagen, ik weet het, de zon schijnt en zo. Maar we zijn nu onderweg naar het makelaarskantoor. Ik heb echt nog mega regentijd, dus ik hoop dat we het redden. Maar het wordt wel heel erg leuk. Dit is wel echt een leuke scène. We gaan dus zo meteen op een makelaarskantoor aan de slag, zeg maar. Ik werk daar samen met Björn, die daar ook is komen werken. En we gaan een hele leuke, succesvolle scène neerzetten. Dus kijk zo maar. Hey, we zijn onderweg naar 3FM. Ik hoop dat je me hoort, want de andere ramen staan open. Want de hondje zit ook achterin. Die gaat ook mee. Die was natuurlijk filmster en ik kon er daar moeilijk achteraan. Ik ben echt een onwijs 3FM-luisteraar. En in de auto luister ik eigenlijk gewoon de hele dag 3FM. Het coole is dat ik zelf Frank van der Lende even mag interviewen. Dus die komt ook gewoon echt in mijn vlogje. Nou, ik ben er eindelijk. En ik ben heel erg benieuwd. Ik sta hier dus met Frank van der Lende van 3FM. Hi. En er was vandaag een hele interessante stelling. Dat was, is het oké als je je baby mee naar de kroeg of naar een festival neemt? Ja. En mijn mening is daar een beetje over verdeeld eigenlijk. Want aan de ene kant vind ik dat als je naar de kroeg gaat, dat dat niet echt een plek is voor je baby. Maar aan de andere kant kan ik het ook wel waarderen als je goed voor je kind wil zorgen en hem niet altijd bij opa en oma dropt. En bij de oppasser. Ja, precies. Ook nog. Ja, dat ook. Ik vind het extra biedje. Maar aan de andere kant, het is je kind. Ik neem bijvoorbeeld, mijn hond gaat ook altijd overal mee naartoe. Ja, maar een kind is wel iets anders dan. Ja, dat vind ik ook wel eigenlijk, ja. Ja, nee, het hangt vanaf wat je gaat doen. Ja. Als je je kop eraf gaat zuipen, dan is het denk ik niet zo handig om je kind mee te nemen. Nee, dat denk ik ook niet. Maar als je gewoon een klein drankje gaat doen, kan je prima in de buggy of in de, hoe heet dat ding? Ja, maxicozy toch? Maxicozy? We hebben geen kinderen, dat is wel heel duidelijk. Maxicozy. Maxicozy, ja. En sinds, nou, 10 jaar bijna of zo, zijn er kroegen ook vrij. Dus dan kan je ook. Dat is wel beter, maar ik vind het wel ook belangrijk dat je aan de gehoorbeschermen van je kind denkt. Ja, dat is voor een festival. In de kroeg natuurlijk ook wel. Ja, vind ik wel. Die moet wel een beetje. En van die hele grote toppen, hè, die erop komen.
Zo. Ja, je hebt gewoon van die kappen die gewoon zo... Echt? Dat is super sexy. Dan zie je zo'n kind met zo'n hoofdje en zo'n oordingen. Ja, festival zien. Maar ja, het is wel veilig. Daar gaat het in principe natuurlijk om. Dus maar, wat vinden wij dus? Het kan wel, mits de voorwaarden. Ja, het moet kunnen, maar niet overdrijven. Ik was vroeger altijd op de voetbal. Oh ja. En dan zag ik die vaders en heel veel andere kinderen mee. En dat is in het begin wel leuk. Maar op een gegeven moment zijn die gasten zo katje lang. Dan bel even je vriendin. Weet je wel, al iets gehad. Het wordt hier echt super gezellig. Wil je de kinderen even ophalen? Dat vind ik toch wel weer net even wat anders. Goede voorbeeld. Ja, dat vind ik wel. Maar deze. Ja. Hebben wij het goede voorbeeld gegeven? Ja. Ja, ik ben ook wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus als je er mening over hebt, laat het even hieronder in de reacties achter. Met duimpjes zou ik geven. Ja. Na dit toffe interview ben ik ook wel heel erg benieuwd hoe de studio er van binnen uitziet en hoe Frank daar te werk gaat. Ja, dit is jouw vaste plek. Ja, elke werkdag tussen 4 en 6 mag ik hier mijn kunstje vertonen. Dit is het uitzendsysteem, dus hier staan alle platen in. Mm-hmm. Die playlist maken we dan overdag en dan draaien we hem s'avonds. En het lijkt allemaal al mega spontaan. En eigenlijk vragen we dan af, heb je het nou allemaal voorbereid? Nou ja, wel. Of is het gewoon mega spontaan? Het is deels voorbereid, deels spontaan. Want er gebeurt heel veel tijdens de uitzending. Ja. De appjes en de sms'jes die we krijgen, daar spelen we heel erg op in. Die zijn nooit voorbereid. Maar bijvoorbeeld, we hebben een oude dame gebeld vandaag van 82. En die hebben we dan wel vanmiddag om een uurtje of twee even gebeld van, ja. Hey, kunnen we je bellen? Maar dat is met oude mensen denk ik ook wel nodig. Want zeker. Die anders, die houden ook nooit op met praten. Nee. Qua voorbereiding, ik begin altijd rond een uurtje of half elf, 11 uur. Maar jouw show begint pas om 4. Ja. Dus je bent toch wel van een dagje van 11? Ja, van 11 tot 3 ben ik op de redactie en dan ga ik hier naartoe. Ja, best wel gewoon nog dan een volle werkdag. Ja. En dat was hem alweer, de dag zit er ook meteen alweer op. Ik vond het wel heel erg tof om eventjes in real life met Frank te kletsen. Hij zit altijd bij mij in de auto en altijd bij mij in de huiskamer. En nu zit ik een keertje soort bij hem in de huiskamer. Dus het was wel heel tof. Even gekletst en volgens mij hebben we een leuke stelling. Als je er dus iets over wil zeggen, dan kan je dat hieronder even kwijt. Nu lekker richting huis en nog even chillen in de zon. Fijne avond. Dit was het alweer voor deze week. Super thanks voor het kijken. Dit is de laatste keer dat jullie mijn training in mijn weekvlog hebben gezien. Want vanaf komende vrijdag ga ik een sportvlog bijhouden. En kan je elke week zien hoe mijn trainingen er aan toe gaan. Natuurlijk heb ik deze week nog veel meer gedaan, want van het weekend was ik op pad voor het Groene Hart. En dat zie je elke maandag terug in Leonie on Tour. En natuurlijk elke woensdag weer mijn weekvlog. Dus vond je het leuk? Geef me dan een like. Blijf je me volgen, klik op abonneer. En dan zie ik jullie gewoon volgende week woensdag weer. Doei! Adieu!